allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Als het er een beetje allemaal anders uitziet, ik heb net wat instellingen veranderd van mijn camera. En volgens mij is het nou iets meer mooi verlicht en iets beter. But I'm not sure, dus ja, yeah, whatever. In ieder geval, vandaag ga ik me opmaken met favoriete producten van YouTubers. Het is nu 2020, dus een heleboel mensen hebben video's gemaakt over hun favoriete producten van het afgelopen jaar. Inclusief ik. Ik heb ook zo'n video gemaakt, dus als je die nog wilt zien, ik plaats hem hier in beeld. En dat is de video waarin ik me heb opgemaakt met al mijn favoriete producten van het afgelopen jaar. Maar ik ben obviously niet de enige die zo'n video heeft gemaakt. Dus ik heb ook een heleboel andere video's gezien van anderen. En ik ga mij gewoon vandaag opmaken met de producten waarvan hun hebben gezegd dat ze hun favoriete producten zijn van het jaar. En ik kies natuurlijk producten die ik ook hier heb in mijn collectie. Ik heb een heleboel make-up, dus ja, ik had best wel veel opties en dat is wel fijn. Dus ja, laten we gewoon snel gaan beginnen en een leuke make-up look creëren. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Oké, ik ga beginnen met mijn ogen, want dat doe ik echt bijna altijd. En ik heb hier de YouTuber Sof Does Life. En ik ben geabonneerd op haar en ik bekijk altijd haar video's. En zij heeft ook zo'n video gemaakt en die staat hier. En daarin heeft ze een aantal oogschaduwpaletten laten zien waarvan er eentje is die ik graag vandaag wil gebruiken. But two new eyeshadow palettes that I've discovered and will be keeping and love. A neutral one, which is incredible, expensive. But incredible is the Tarte Beauty eyeshadow palette. I did a whole video testing this. The formula of these eyeshadows is one of the best that I've ever used, actually. Tarte Beauty paletje, oh my god. Ook ik heb een hele video gemaakt over dit paletje. Ik breng die ook wel even in beeld. En ik vind dit paletje ook echt geweldig. En het is ook zeker een van mijn favorieten. Ook al had ik hem pas binnen in het jaar 2020. Maar dat maakt niet uit. En ik ga vandaag dit paletje gebruiken. Ik had in die video de hele oranje rij niet gebruikt. Dus ik ga vandaag vooral die rij gebruiken. En een leuke oranje look maken. Zoals je ook al kunt zien aan mijn achtergrond. Dus laten we even gaan inzoomen. Zoals altijd ga ik beginnen met primer. En ik gebruik hiervoor mijn MAC Soft Ochre. By the way, het is hier weer lekker opgezwollen, rood en dik. Het was dus minder, maar nu is het weer terug en ja, I can't. Ik ga beginnen met de lichtbruine matte kleur. En die breng ik zo aan in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de matte oranje kleur. En ook die gaat gewoon in mijn arcadeboog. Oh mensen, by the way, hebben we de video gezien van Nikki Tutorials? Ik ben in shock. Ze is gewoon transgender. I am transgender. Ik zag die video. Ik was echt. Het kostte me gewoon echt even een kwartier om het even te beseffen dat ze geen vrouw is. Geen geboren vrouw is. Of voordat mensen me gaan aanvallen van ze is een vrouw. Ze is geen geboren vrouw. En dat ze gewoon is geboren als man. Ik had dat nooit gedacht. Ja, ik weet, ze is een beetje groot en breed en zo. Maar. Ja, er zijn genoeg vrouwen die dat gewoon ook zijn en die niet zijn geboren als man. Dus ik dacht, ja, ze is gewoon een hele grote vrouw. Maar ik was echt in shock. Ik pak nog ietsje meer van de oranje kleur om het echt felder oranje te maken. Dan druk ik die matte oranje kleur ook zo hier erin in de hoeken. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur en ik wil het iets donkerder gaan maken, vooral hier in de hoeken. Dat doe ik ook gewoon nog met mijn platte fluffy kwast. En die druk ik er dan gewoon zo'n beetje hierin bij de hoeken. Ik wil het wel echt oranje hebben, maar gewoon ietsje donkerder. Dan pak ik weer een beetje van de matte oranje kleur en die druk ik er dan weer zo op om het weer ietsje meer oranje te maken. Maar nu is het hier een stukje donkerder. Pak ik weer mijn grote fluffy kwast. Ik heb er niks mee opgedaan en dan ga ik gewoon een beetje zo eroverheen. Om alles mooi in elkaar te blenden. Love it. Ik vind dit paletje echt geweldig. Maar ik moet wel erbij vermelden. Als jij niet van glitter houdt. Of van glanzende oogschaduw. Dan is dit niet het paletje voor jou. Want echt bijna elke rij is glanzend. Deze, alle drie zijn alle drie glanzend. En alleen maar de onderste kleuren zijn mat. Dus als jij niet van glitter houdt. Raad ik het paletje zeker niet aan. Even kijken. Ik ga even een halve cut crease maken. En ik gebruik hiervoor mijn witte P. Louise base. Oké, ik wil het hier binnenin een beetje lichter houden. Dus ik ga in met deze lichte kleur van de Aura Rye. En dan in de Sequel Finish. Dat is dus een matte kleur met een hele lichte glitter erdoorheen. En ik breng die kleur aan over de hele cut crease.
Dan pak ik van die rij ook de oranje kleur. Kijk hoe mooi die eruit ziet. En die druk ik dan zo hierin. En dan mix ik het een beetje met de lichte kleur hier en de bruine oranje kleuren hier. Wauw, zoveel pigmentatie jongens. Echt niet te doen dit. En dan zo een beetje inblenden met de andere kleuren. Dan pak ik weer een beetje van die lichte kleur en dan blend ik het weer hierin met die oranje kleur. En zo ga ik gewoon een beetje op en neer totdat ik zo'n mooie ombre effect krijg. Met een hele kleine fluffy kwast pak ik weer een beetje van die oranje matte kleur en dan blend ik het zo een beetje hierin, in de hoeken. Zo, nou heb ik zo'n mooie oranje nude ombre en ik kan het niet laten om ook met de glitterkleuren van dit paletje in te gaan, want ik hou van glitters, ik vind het echt geweldig. En dan ook weer in de oranje rij pak ik de Pressed Glitter. Och, zo mooi dit. Ik heb een klein beetje gepakt met mijn vinger en ik breng het alleen maar aan op hier dat oranje stuk. Gewoon een klein beetje. Ik breng het niet aan op de middelste stuk. Ja. Oké, voor nu is de oogschaduw dan eventjes klaar. Ik pak dan even een make-up wipe. En dan wil ik hier zo'n strakke lijn hebben. Ik wil het niet zo smoky hebben als hoe het nu is. Ik ga het gewoon zo met mijn make-up wipe van de Action. Gewoon zo strak maken in een strakke streep. Zo, en dan kan ik ook gelijk alle glitter fallout een beetje weghalen van mijn gezicht. Ook al is het niet echt veel, maar gewoon dat beetje wat er is. Moet er ook af. Dan ga ik verder met mascara. Wat is iedereen's favoriete mascara? I don't know. We gaan het even bekijken. Ik ga ook weer hier bij Sophie haar video bekijken, want ik heb ook haar oogschaduw gebruikt die zij geweldig vond. Dus laten we dan ook gewoon gelijk haar mascara gebruiken. Let's begin. And then for mascara, the one that I've used the most of this year and got through quite a few of these tubes is the Revolution Mascara Revolution. I know that some people hate this because they think it's too clumpy, but I personally get on so well with it. De Revolution mascara. Ik heb hier de waterproof. Ik had de normale die zij gebruikt ook. Alleen die is op, want ook ik vind hem fijn. Ik hou ook van een hele dikkige mascara. Zoals zij ook al zei, niet iedereen houdt ervan, want het is wel een beetje een klonterig effect als je te veel opdoet. Maar ik vind hem gewoon fijn, dus ik gebruik ook die, maar dan de waterproof versie. Als wimpers gebruik ik mijn Babydoll wimpers in de stijl 747. Die ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij je terug. Mensen, ook voor de primer blijven we bij Sof. Want er is geen enkele YouTuber die een favoriete primer heeft die ik heb. Behalve zij, dus anders ben ik hier nog 3 uur lang op zoek. Dus ik blijf nog 1 keer even bij haar hangen. But the ones that I always go back to. The NYX Honey Dew Me Up Primer, which I mentioned in last year's video. Really good, really hydrating. Nou, die heb ik ook en ik vind hem ook oprecht heel fijn. Die van haar is al op en die van mij is net nieuw. Ik heb hem nog niet heel lang. En dat komt omdat hij heel te uitverkocht was. Dus kennelijk vinden heel veel mensen hem fijn. En ik vind hem ook fijn. Ik breng het gewoon altijd een beetje zo snel aan. En dan gewoon met mijn vingers een beetje zo inblenden in mijn gezicht. Ik raad wel aan om niet te veel aan te brengen. Toen ik hem had gebruikt voor het eerst, toen had ik echt veel te veel aangebracht. En het werd echt een mes. Want hij is een beetje plakkerig. Dus als je echt te veel doet, dan... ja, dan is het echt niet mooi. Voor foundation gaan we een video bekijken van Kathleen Lights. Honestly, in 2019, this was my favorite foundation discovery, hands down. This is the L'Oreal Infallible Fresh Wear 24 Hour Foundation. This has honestly become my favorite foundation at the drugstore. I think... in general, like I think overall. Nou, die heb ik ook en ik vind hem ook heel erg fijn. Alleen de kleur die ik heb is niet echt een perfect match. Ik heb de kleur 235 Meal Honey. Is niet helemaal mijn perfecte kleur, maar ik ga hem toch gewoon gebruiken vandaag. En ik breng hem aan met mijn vochtige beauty blender. Echt prachtig. Hij maakt mijn huid heel mooi. Ik gebruik hem dus niet vaak omdat de kleur niet matcht met mij. Dus ik moet echt even een andere kleur halen. Ik heb ook de 24 van Maybelline. Ik vind die ook echt super. Ik vind die echt super fijn. Deze allebei. Maar ook die is niet mijn kleur. Dus vandaar dat ik die twee niet vaak gebruik op mijn kanaal. Dus ik moet ze echt even allebei in mijn juiste kleur gaan halen. Want ik vind ze wel echt heel fijn. Voor concealer gaan we een video bekijken van Hannah Renee. I want to mention this one. Which unfortunately is not cruelty free. Because it's by L'Oreal. But this is a fantastic
When do I ever say the word fantastic? Fantastic! De concealer die zij liet zien is de L'Oreal Infallible Concealer. En ook ik vind die geweldig. Die van mij is al bijna op. Ik heb de kleur Latte. Is een beetje donker voor mij. Maar ik gebruik hem toch, want hij is gewoon nog wel oké. En ik heb die ook laten zien in een video. Volgens mij ook in mijn fave make-up video. En hij is ook al bijna op, want hij is echt super mooi. Hij is mooi mat, hij dekt veel. Dus ik vind deze ook echt geweldig. Dus ik begrijp haar echt helemaal. Wauw, echt super mooi dit allemaal. Mijn huid is nou echt prachtig. En dit met allemaal betaalbare make-up, I love it. We gaan verder met poeder, losse poeder om te baken. Als losse poeder gaan we een video bekijken van Amanda Ensing. Ook haar volg ik en ik vind haar video's ook heel leuk. There's another powder I also really liked this year. And it is the Huda Beauty Powder. This is the banana bread shade, but recently, within the last couple of months, I have been using this powder so much. Die heb ik ook, maar ik heb een andere kleur. Ik heb de kleur Pound Cake. En ook dit is een van mijn favoriete poeders. Hij dekt prachtig. Hij zit prachtig op de huid. Ik vind hem echt amazing. Dan ga ik heel even snel contouren met mijn NYX contour paletje. Ik heb niet heel veel contour producten, omdat ik toch gewoon altijd mijn NYX paletje gebruik. Dus ja. Dus ik gebruik even snel die kleur en dan gaan we weer zo echt verder met de video. Oké, mensen, dan ga ik mijn ogen afmaken. Pak ik weer mijn paletje en dan ga ik in met de matte oranje kleur. En die breng ik zo aan op de onderste wimperrand. En dan pak ik ook een beetje van die donkerbruine kleur. En die breng ik ook aan om het iets donkerder te maken. Dan pak ik de lichte kleur in de metallic finish. En die breng ik dan nog zo aan in mijn binnenste ooghoeken. En dan ook een beetje onder mijn wenkbrauwen. Dan ook een beetje mascara op de onderste wimpers. Ik gebruik hiervoor een andere, want die andere is te groot. Zo, dan is de ooglook helemaal af. Ik vind het echt super leuk. Weer heel erg heftig. But I love it. Oké, dan ga ik mijn gezicht afmaken. Ik ga nou bronzen. Welke bronzen gaan we gebruiken, jongens? Voor bronzen bekijken we een video van SMLX0. Ik ken haar niet. Ze heeft 1 miljoen abonnees. Maar ja, we gaan even bekijken welke bronzen zij goed vindt. I don't know what it is about it, but I feel like it's so incredibly flattering on my skin tone. No matter what time of the year it is, I just love it. It's the Benefit Hoola Caramel. I believe this came out this year. I can't tell if this is focusing, I'm blind. But I just love the color of this one. Zij noemde de Benefit Hoola Caramel Bronzer. En ook ik vind deze echt amazing. Hij is zo mooi warm. De gewone Hoola vind ik ook echt geweldig. Alleen die is meer cool tone, richting de cool tone. Maar de caramel is zo prachtig warm. Dus ik ben er echt helemaal mee eens. Dus die ga ik even aanbrengen. Voor blush gaan we een video bekijken van Nicole Ten Burk. Als ik het goed uitspreek. The last blush I have to share with you guys is by MAC. I do love MAC blushes. There's something about MAC blushes. Zij heeft het over de MAC blushes en die heb ik ook. Ik heb ook echt een hele mooie kleur. Ik heb niet de kleur die zij gebruikt, maar ik heb de kleur Peaches. Het is een hele sheer blush. Dus er komt niet echt heel veel pigment van af, maar dat is de bedoeling. Want ik had ook een keer een comment gehad van iemand van ja, ik heb die blush ook, alleen er komt bijna niks van af. Dat klopt, er staat ook echt op sheer tone blush. Dus het is gewoon voor een heel klein beetje kleur. Ik vind hem echt super mooi. Ik vind het altijd niet zo fijn als een blush iets te veel gepigmenteerd is. Want dan wordt het echt zo helemaal zo clown. En nou heb ik gewoon een beetje aangebracht. En het is niet too much. Dus ook ik vind het fijn. Je moet wel, ja, als je veel kleur wilt hebben, moet je best wel veel aanbrengen. Maar hij blendt echt geweldig. Hij geeft niet zo'n clown effect. Dus ook hiermee ben ik het echt helemaal eens. Next up is a highlighter. Voor een prachtige glow heb ik hier een video van Ellie Glines. I also became obsessed with this highlighter palette because of you guys. Two of the shades I get the very most use out of by far. And there are these two shades right here. I usually love to mix the two and they're beautiful. They definitely have a more intense finish, but they melt into the skin. They look very natural. Ik ga dood. Oké, dat paletje heb ik ook. Ik vind hem ook echt super fijn.
Dit is een Revolution paletje in samenwerking met Sove. En ik heb dit paletje ook al echt een tijd. En ik heb hem ook echt al een aantal keer gebruikt. Ook op mijn kanaal laten zien. De kleuren die ik altijd mix zijn deze drie met elkaar. Het is zo een betaalbaar paletje. En hij is echt zo mooi. Kijk die glow, hoe prachtig jongens. Love it. Ik ga gewoon zo in alle drie. En dan breng ik het ook nog een beetje extra aan. Zo hier. Voor een extra glow. En als laatste hebben we alleen nog maar de lippen. Ik heb hier een video van Jacqueline Hill. Waarin ze vertelt over haar face beauty producten. En ik ga voor de lipstick. Speaking of incredible liquid lipsticks. Jeffree Star Cosmetics. Fire. Like fire. It's like he has a brand where I can always count on his lips. Always. It's like they're consistent. They're amazing. And this is in the shade Celebrity Skin. I love the shade Mannequin. That's like my number one favorite shade ever. And then I'm Nude. I'm obsessed. But this one right here, I've really been into recently. De lipstick die zij benoemd is Jeffree Star Celebrity Skin. En dat is ook echt precies de kleur die ik heb. Het is een hele prachtige nude kleur. Ik ben het ook echt helemaal met haar eens. Dat he is killing the game met al zijn matte liquid lipsticks. En ook die lip glosses van hem. Amazing. Dus ik ga deze ook even opdoen. En dit is een video over de favoriete producten van de YouTubers. Ik ben er ook één. Dus voor Gloss gaan we een favoriete video bekijken van mij. Ik heb hier mijn Jeffree Star Lip Gloss in de kleur Legends Only. Legends Only. Is een hele mooie nude gloss. Ik heb twee glossjes van hem. Ik heb ook een andere kleur. Deze twee heb ik. En ik vind zijn glossjes echt top. Hij heeft echt hele fijne glossjes. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb dus hier die gloss. Ik heb hem weer in de nude kleur die ik ook had gebruikt in die video. Hallo focus, ja. Prachtig. En dan heb ik het nog niet eens over de verpakking. Deze glossjes geweldig. Deze ga ik even eroverheen aanbrengen. Oh, dit is echt de beste nude ever jongens. Wauw. Love it. Lekker nude lipjes. Nou, en dat was dan de hele look. Als laatste gebruik ik nog mijn NYX Dewy Fixing Spray. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was dan de video. Het is een hele mooie glam look geworden. En ik ben er echt weer super blij mee. Like bijna altijd. Ik vind het echt een prachtige look. Nou heb je dus twee looks gezien met dit paletje van Tati Beauty. Nou is het echt een meer oranje look. En die andere look was meer zwart-wit glitterachtig. Dus ja, dat is weer een beetje inspiratie voor als je dit paletje haalt. Alle make-up die ik vandaag heb gebruikt vind ik persoonlijk ook goed. Dus ik ben het met iedereen eens. Ik vind het echt heel leuk. En de producten zijn echt geweldig. Zoals ik al zei, ik moet even andere kleuren halen van deze twee. En dan ga ik die ook zeker vaker gebruiken. Dus dat moet ik nog even doen. Maar ik wacht even op een sale. Want Kruidvat heeft super vaak 1+1. En dan ga ik dat doen. Maar goed, ik hoop dus dat iedereen heeft genoten van de video. Ik hoop dat iedereen de look ook cute vindt. En ja, dan is het nu klaar. Het is over met de pret. Maar ja, gelukkig maak ik 4 video's in de week. Dus we hebben 4 keer in de week pret met elkaar. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!